We verkopen producten van jonge ontwerpers die nog niet zo bekend zijn. Twee soorten die ik heel lekker vind gekozen. Als ik zeg dat ik ga slapen, dan moet ik gaan. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ga shooten met Sanne. Ze komt deze keer deze kant op. Het was best wel slecht weer voorspeld, maar het is in ieder geval nog droog, dus dat is fijn. En omdat Marco een weekendje weg is naar Praag, heb ik de auto al op vrijdag. Dus we kunnen met de auto hier naar verschillende plekjes. En je hebt hier best wel veel bos in de omgeving. Dus het leek me wel leuk voor de afwisseling in plaats van de stad. Dus ik heb nu de eerste outfit aan. Ik dacht ik ga ook weer wat meer met accessoires doen. Mijn lenzen, mijn laatste paar lenzen is gescheurd. En ik wacht nog steeds op mijn lenzen. Dus ik heb een bril. Maar voor sommige foto's ga ik gewoon mijn lenzen afzetten. Maar ik kan niet de auto rijden zonder bril. Maar goed, ik ga nu naar Sanne toe lopen, want die komt met de bus aan. En ik neem één extra outfit mee, dan kunnen we dat... Daar hoef ik namelijk alleen mijn bovenkleding voor te verwisselen. En dan kunnen we dat gewoon doen in de auto. En dan daarna gaan we wel even terug om te wisselen. Dan heb ik nog twee outfits. Ik heb heel veel zin in. Sanne en ik zijn inmiddels hier in het bos. En het is hier echt super mooi. Het licht is ook goed, hè? Ja, het is echt super mooi. Hebben we best wel geluk mee. Ja, precies. Dat is wel jammer. Maar ik zei al, door die hoed merk ik er eigenlijk niet zoveel van. Want het waait niet echt, bijvoorbeeld. Nee. En Sanne heeft echt een hele goede jas aan. Ik zei al, ik moet ook... Superfijn. Ik heb 3000 jassen, maar niet echt een praktische jas. Ja, dat is deze zeker wel. Ja, hè? Ja. Ja, dus dat is wel echt fijn. En Sanne heeft vorige week echt super hard gewerkt voor de Dutch Design Week. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik wil wat over vertellen. Vind ik wel leuk. Ik organiseer samen met een vriendin van mij een design shop. De Design Shop heet het. Verkoop producten van jonge ontwerpers... die nog niet zo bekend zijn of wel wat bekender, maar die we al een paar jaar verkopen. Ja. Yeah. Dus het is super leuk en super interessant ook en ja, heel leuk tof. Event ook, de Dutch Design Week. Dus je geeft eigenlijk dan die jonge ontwerpers of beginnende ontwerpers zeg maar, die geef je een soort van... Ja, een plekje. Plekje inderdaad. Ja, zonder dat ze te veel moeten betalen. Echt slim. Toch op de Dutch Design Week staan en toch ook hun producten kunnen verkopen. Heel dus leuk. Dat is heel leuk, ja. En ik vind het ook leuk, want ik merk ook al nu ik met jou omga, dat jij bijvoorbeeld ook bepaalde sieraden merken die je heel mooi vindt en zo. Ja, klopt. En dan ga ik me ook iets meer daarin verdiepen. Leuk. Dus ik had al wat Instagram-accounts via jouw tekst gevonden bij je ringen. Nice. Maar dan moet ik binnenkort maar even verder naar kijken, want ik vind het wel heel leuk. Ja, het is sowieso leuk om ook van die jongere bedrijfjes te supporten, zeg maar. Precies, en het is iets unieker ook natuurlijk. Ja, minder mensen lopen ermee dan een bekende sieradenmerk bijvoorbeeld. Ja, nou echt heel leuk. Nou, het begon toch wel heel hard te regenen, dus we maken van de gelegenheid gebruik om even samen te lunchen. Okay. Het is niet anders, ook leuk. Wat heb jij roer uit met paddenstoelen? Ja, met paddenstoelen en iets met parmezaanse kaas. Lekker. Ja. En ik heb kroketten. Ook lekker. Bleh, uiteindelijk toch nog wel een beetje koud en nat geregend met Sanne, maar ik heb me toch niet heel erg aan het weer gestoord. En volgens mij zitten er nog steeds wel wat leuke foto's bij. Vond het ook wel eens leuk om hier te shooten. Er zijn toch ook wat minder mensen dan in de stad. Dat maakt het dan wel weer makkelijker. En ik heb net even een lekkere warme mok thee gezet en de verwarming aangedaan. Want ik zit echt te bibberen. En ik moet nu mijn Styling Sunday voor zondag afmaken. Nog iets sturen voor een potentiële campagne. Nog even wat statistieken. En ja, dat zijn de dingen die ik in ieder geval nu echt voorrang moet geven. Oh ja, en ik moet me nog omkleden in mijn laatste outfit van mijn Styling Sunday. Video voor de week daarna. Ik heb inmiddels alweer een beetje trek, want die lunch was best wel vroeg. En ik bedacht me opeens dat ik nog wat courgettensoep van gisteren over heb. Dus ik ga dit even opwarmen en heb ik een heerlijk soepje. Ik heb nog even lekker gewerkt en ik ga nu weer de deur uit. Want ik ga vanavond bij een vriendinnetje in Woerden eten samen met een andere vriendin. Dus we gaan richting de trein. Het is echt vies weer. Dus ik heb er even een petje. Helpt nog een beetje voor mijn haar. En ik laat lekker mijn bril op, ook al zijn mijn lenzen nu binnen. Ik vind het eigenlijk wel fijn vandaag. Maar dan heb ik dus wel dat petje nodig, want regendruppels op je bril is zo irritant. Dat lijkt me dus echt vervelend als je fulltime brildrager bent. Maar goed, ik ga eerst nog even langs de apotheek, want Marco heeft medicijnen nodig en die was hij vergeten op te halen. Dus gelukkig had hij nog wel iets voor Praag, maar na het weekend heeft hij echt nodig. Dus ik kan dat nu hopelijk nog net redden voordat ik naar de bus ga. Ik hoop het echt. Ik ben inmiddels gezellig met Diwanie bij Carlijn. We hebben net dit gegeten en dit is echt een enorme aanrader als je een lekker herfstgerecht zoekt. En het staat in een gids van de Jumbo. Plaattaart met pompoen en brie. Oh, hij staat ook hier. Oké.
Dit is echt een hele mooie afbeelding. Ja, zo zag hij er wel echt uit. Hij was wel goed gelukt, Kar. Oh, gelukkig. Dit toetje is natuurlijk ook heel lekker. Die staat er tenminste wel op. Die kaarsjes knetteren niet meer inmiddels trouwens. Oh, alle vliegjes zijn dood. Ja, ik vond het wel gezellig, dat knisperende geluid. Want je hebt dus ook van die kaarsen die dat maken, hè, dat geluid. Hoe heet die nou? Welk merk? Woodstock of zo? Oh, die wil ik echt. En je hebt ook kaarsen die ruiken naar uitgeblazen kaars. Oh, echt? Die moet ik. Oh, dat is lekker. Ik vind dat heerlijk. Echt gigantisch lekker. Ja. Het is een paar dagen later, maar ik heb niet zoveel meer gevlogd vrijdag. En de picknickbestelling kwam binnen. Het is voor ongeveer een halve week. Ik weet dat jullie het leuk vinden om te zien wat voor boodschappen we halen. Dus ik ga het jullie even laten zien. Toiletpapier, dat was nodig. Net als olijfolie. Dus ik ben blij dat ik daar aan heb gedacht. Dan hebben we een half brood. Crackers, deze speldcrackers hebben we meestal. Thee begon op te raken, dus ik heb twee soorten die ik heel lekker vind gekozen. Lipton bosvruchten. En ik vind alles van Clipper heerlijk, maar deze vind ik heel fijn als ik ontbijt. Dan gaan we weer een Thaise groene curry maken. Ik had nog kokosmelk, maar ik heb wel een rode currypasta, puntpaprika's en boontjes gehaald. Mijn muesli was op. We gaan een keertje courgettensoep eten. Daarvoor hebben we nog de groenten in huis, maar heb ik naambrood en kruidenboter om er lekker bij te eten. Ik heb eiersalade voor Marco om mee te nemen naar zijn werk. Dan, yes, hij was nu wel op voorraad. De pompoenrisotto, die gaan we morgen als we een vriendin hebben eten maken. Die lijkt me echt super lekker. Ik kijk daar echt heel erg naar uit. En dat moet met kipfilet en parmezaanse kaas. Nou, kipfilet hebben we sowieso nog. En parmezaanse kaas denk ik ook. Anders moet ik dat nog even halen morgen. Kwark, aardbeidjes, handsinaasappelen, appels, melk, vruchtenyoghurt, een pizza voor een dag als ik alleen eet. En dit is wat Marco als ontbijt neemt. Ontbijt drinkt. Dus dat was hem. Ik kreeg net ook twee nieuwe producten binnen van Maybelline. En dit zijn liquid highlighters. Of jelly highlighters eigenlijk. Deze is rosé goud en deze lijkt meer geel goud. Ik ga ze even openen en swatchen. Nou, noem jelly maar gerust heel erg vloeibaar. Het is niet zo'n bouncy highlighter of zo. Ik ga ze in ieder geval wel even testen. De rosé kleurige lijkt wat donkerder dan die. Maar ik swatch ze even allebei op mijn hand. Oh wauw, het is echt heel mooi. Het is vloeibaar, dus het is heel natuurlijk. Blendt heel mooi met de huid. Die rosé is inderdaad wel wat donker. Die zou ik niet zo snel als gezichtshighlight gebruiken, maar misschien eerder als oogschaduw. Maar die gouden is heel subtiel. Echt heel mooi. Ik denk dat dit ook heel leuk is voor de kerst. En super fijn als je niet graag veel poederproducten draagt. En hij is dus, ik dacht dus, het ziet er toch uit alsof het super liquid is. Maar ik zal even laten zien, kijk. Hij heeft toch een beetje dat bouncy effect. En nu we toch bezig zijn met pakketjes. Deze heb je misschien op mijn story kunnen zien. Maar kijk, dit is zo leuk. Het is gigantisch groot in mijn huis. Maar ik ga dit sowieso bewaren. Omdat ik het zo leuk vind voor kerst. Er staat hier ook Stand Up Speak Out. En dat was ook vorige keer toen we naar het The Body Shop event gingen. Want The Body Shop support ook een organisatie die eigenlijk de kansen voor meisjes vergroot. Vooral in landen waar dat nu een stuk minder is. Dus dat vind ik heel mooi. En wat hierin zit. Ik dacht eerst dat het een enorme adventskalender was. Maar er zitten een aantal gift sets in. Onder andere deze Body Butter Trio met plum, dus pruim, vanille en juicy pear. Dat zijn de drie kerstgeuren die ze hebben dit jaar. Superleuk. Dan dit geweldige raketje. Hoe schattig is dit? Ik ga hem zo openen om jullie te laten zien wat erin zit. Dan deze Camille set. Dit is een oogmake-up remover en cleansing butter. Dus dit is echt om je gezicht mee te reinigen. Die heb ik ook al op het event ontvangen. Dus deze ga ik lekker bewaren voor een winactie tijdens Vlogmas. Dus hou het in de gaten. En hetzelfde geldt voor deze set. Die heb ik ook al ontvangen. Maar ik zal jullie nog even laten zien wat erin zit. Maar deze bewaar ik natuurlijk ook voor die winactie. En dan zie ik ook nog dat er drops of gold in zitten. Dus een liquid highlighter. Zal ik even swatchen. Dit is de inhoud van het raketje. Dus een kokosnoot en een aardbeien handcreme. Een aardbeien en een kokosnoot douchegel. Of is dit een douche? Of is dit een milk douchecream? En oeh, dit ruikt heel zoet. Zijn dat deze? Een badbubbel. Ik wist helemaal niet dat de Body Shop die had. Super leuk. Echt heel schattig. En dit is de inhoud van het amandel en honing setje. Ik denk dat dit een geur is of een variant die heel veel mensen lekker vinden. Gewoon heel verzorgend. Dan hebben we hier als eerste een exfoliërende scrub. Dus met hele fijne deeltjes. Geen harde scrub. Dit is een body butter. Altijd fijn. Zo'n douchepuff. Dan neem ik aan dat dit inderdaad een douchecreme is. En waarschijnlijk een handcreme.
Ja, echt een heel fijn en leuk verzorgend setje. Ik vind de verpakking ook super mooi van deze set. En dit zijn de Drops of Gold. Het is echt een soort glans en niet per se losse glitters. Best wel tof. Ik heb weer courgettesoep voor ons gemaakt. En ik kreeg vorige keer vragen over het recept dat we gebruiken. Dus die heb ik even in de beschrijving gezet. Het is eigenlijk heel erg simpel. En we hebben weer lekker kruidenroomkaas met mini naanbrood. Dat moet nog uit de oven komen zo. Kijk, yum. Heel veel zin in. En we gaan beginnen aan Atypical. Ik heb wel wat dingen over gehoord, maar ik weet niet precies hoe en wat. Maar we'll see. Ik heb lekker gesport vanavond. En daarna gewoon nog even lekker tv gekeken. We kijken nu dus Atypical en we vinden het heel leuk al gelijk. Dus echt een aanrader wat ons betreft in ieder geval. Zo, mijn eyeliner is echt prachtig nog. En ik heb net Holland's Next Topmodel gekeken. Vind ik dit jaar ook een heel leuk seizoen. Zowel bij Expeditie Robinson als Holland's Next Topmodel heb ik echt zoiets van... Dit is echt het leukste seizoen sinds jaren. Want daarvoor, ik bleef het wel altijd kijken. Maar dan had ik zoiets van... En nu vind ik het echt wel leuke seizoenen. En ja, gewoon een chill avondje. En nu ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Altijd als ik zeg dat ik ga slapen... Dan moet ik slapen. Maak ik mezelf moe mee. Maar goed, ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Als dat zo was, doe vooral een duimpje omhoog. Zou je me heel erg bij helpen. En dan hoop ik dat je weer kijkt naar de volgende video. Doei doei!